Wanneer je een handelsfonds overneemt, is het in principe de bedoeling dat je als overnemer de schulden van de overdrager niet mee overneemt. Dit is niet steeds evident, aangezien voor sociale en fiscale schulden de overdrager en de overnemer hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Dit betekent dat men zich zowel tot de overdrager als tot de overnemer kan richten om een betaling te bekomen. Je kan dit vermijden door bij verschillende instanties een certificaat op te vragen waaruit blijkt dat de overdrager geen fiscale en of sociale schulden heeft. Je klopt hiervoor aan bij de BTW en directe belastingen, de RSZ, het Sociaal Verzekeringsfonds waarbij de overdrager is aangesloten en bij Vlabel. Deze certificaten voeg je vervolgens bij je overnameovereenkomst die je zo snel mogelijk ter registratie overmaakt aan het bevoegde registratiekantoor. Let op, deze certificaten zijn slechts 30 dagen geldig. Dus vlot handelen is de boodschap. Vanaf deze registratie kan je als overnemer niet meer aangesproken worden voor eventuele sociale en fiscale schulden van de overdrager die nadien nog zouden opduiken. Zijn de certificaten op het moment van de overdracht nog niet aanwezig, dan raden wij aan om een opschortende voorwaarde op te nemen in de overnameovereenkomst, zodat die overeenkomst als onbestaande beschouwd wordt en die niet alle certificaten worden bekomen. Wil je hieromtrent meer informatie? Neem dan zeker eens een kijkje op www.turner.imo.